Farah Sturgeon. Goedemiddag, dit is Heerenveen, Tialf, Kunstijs. Het is warm, het is zonnig, het is mooi en het is druk. Het is eigenlijk ontzettend druk. Het waait. Maar wat mij het meest opvalt vandaag, voordat we gaan beginnen aan de tweede dag van het Wereldkampioenschap Heinsen, is dat het schaatsen houdt hier niet op in Friesland. Hè? Wat er nu staat is ongelooflijk. Ik heb de indruk dat overal waar zich in deze provincie iets voortbeweegt op het ijs, dat daar mensen op afkomen. Het is ongekend hoeveel mensen hier naar dit eerste Wereldkampioenschap sprint op deze baan zijn gekomen. Er is sprake van een absoluut uitverkocht Tialf stadion. Meer dan 12.000 mensen. Er kan geen muis meer bij. En dat voor een wereldkampioenschapsprint, dat is nog nooit vertoond. Van Canada opent samen met Eric Hendrickson de dans. Als we de 500 meter beginnen, de eerste afstand van de mannen op de tweede dag. Eén valse start voor de Canadees. Die dus eventjes moest wachten. En daar gaan we. Gisteren had Boucher 38-45, dat viel niet mee. En nu opent hij een 10 blank. Hendricks was de man van die vreemde val op de kilometer. En Boucher komt nu met forse klappen in de richting van de Amerikanen en gaat nu die binnenbocht in. Kijken hoe die loopt. Mooi. Toch iets aan de ruime kant. Boucher pakt hier 38-06. 38 rond is van hem en Hendricksen zat daar dus net achter. We zijn dus wat sneller dan gisteren. Dat telt voor het hele toernooi. Er wordt steeds iets harder gereden dan gisteren. En hier is Hein. Hein Vergeer, vijfde in het klassement na de eerste dag. Met mogelijkheden toch misschien nog wel op wat positieverbetering in het klassement. Het zal dan in ieder geval zaak zijn voor Hein om in de buurt te blijven van zijn tegenstander in deze 500 meter rit, Sergej Fokichev. Fokichev, die gisteren vierde was in dezelfde tijd als Gaëtan Boucher op die 500 meter, maar via een wat teleurstellende kilometer wat zakte in het klassement. Maar nu, wat kan die Fokichev nu? Opening in 10 blank, dat is goed. En Hein gaat goed hoor, Hein gaat er prachtig langs. Hij zal die rit waarschijnlijk niet kunnen winnen van Fokichev, maar dat is op zich geen schande. Ah, hij gaat goed hoor, Vergeer. Prachtig. Kijk eens, daar komt Fokichev onderdoor. Een beetje ruim uit die bocht. Erg ruim. Te ruim eigenlijk. En dan de tijd. 38 blank is dit de kloppentijd op dit moment. En daar is Fokichev lang niet toe in staat. 38-62 om 38-91. Nou, tikkeltje teleurstellend. De man vlak voor Hein Vergeer in het klassement is Oleg Botchev. En de man die gelijk met hem staat is Nick Thomas. Botchev dus 4, Vergeer 5 en Thomas 6. Deze heren openen in 10 en een meetje, 10-2 en 10-4. Daar zat Hein dus net tussenin. Botchev's kracht ligt toch in het tweede gedeelte. Juist versnelt hij. Thomas niet te ver achter. Die kan door die binnenbocht doorkomen. Loopt hem hard. Trapt hem hard in. Zo hard dat hij er bijna uitvliegt. Maar hij geeft Botchev er wel voor langs. En Thomas kan 38-52 nu Vergeer voorbij in het klassement. Maar Botchev schuift dan weer naar achter. Hilbert van der Duim. Hij is allrounder, natuurlijk. Toch staat hij 9 in het klassement na de eerste dag. Tijdens dit sprintkampioenschap. En hier is een 500 meter tegen Jouko Westerlund uit Finland. Gisteren 13e en 14e op deze afstand. Eens kijken wat nu mogelijk is. Een opening van 10-4 voor de Finn en 10-5 voor Van der Duim. En nu doortrekken. Nu hard doortrekken, want anders verlies je te veel. Westerlund gaat goed, Van der Duim moet daar naartoe kruipen op dat rechterstuk en dan via de laatste binnenbocht proberen onder de Vin door te komen. Ik weet niet of dat lukt. Kijk, ook Van der Duim heeft moeite met die laatste binnenbocht, komt er erg ruim uit de voorschijn. Dat proeven ze allemaal vandaag. En Van der Duim is geklopt. De winnende tijd 38-88, Van der Duim 39-32. Dit wordt de rit, op papier tenminste. Dan Jansen. De Amerikaan, die gisteren zo overtuigend doorkwam,
En Igor Zelizowski de nummer 1 in het klassement. Zelizowski gisteren 37-91, Jensen 37-94. Daar komt Zelizowski goed weg. En nu al kan je je afvragen hoe hij door de binnenbocht zal gieren. Opening moet toch onder de 10 zitten. 9-92, goedemorgen. Is dit mooi? Is dit mooi? Wereldsplinter samen. Maar hoe blijft Zelizowski met die geweldige vaart overeind? Daar gaat hij. Die bocht in. Hij loopt hem fraai. Maar oh, wat is die bijt? En dan houdt hij nog over. Ja, ze komen er ook zo hard in. En Zelizowski blijft 1 in het klassement. En 37-91, precies hetzelfde wat hij gisteren reed. Hoe is het mogelijk? Igor Zelizowski, u zag zijn zegengebaar, rijdt hier 2 dagen achtereen exact dezelfde 500 meter. 37-91. De man komt uit Minsk en is sterk als een beer. Gisteren werd niet helemaal duidelijk op grond van de resultaten waarom Geert Kuiper een sprinter heet te zijn. En hij Vergeer en Robert van der Duin allrounders. Kuiper stelde een beetje teleur gisteren. 16 in het klassement en 17e op de 500 meter. Dat moet absoluut beter komen. Opening is goed, 10-2, prachtig. Dat is beter dan gisteren. En Kuiper is een schitterende stylist. Er wordt van hem wel gezegd dat hij de beste bochtenrijder ter wereld is uit het sprinterskorps. En nou eens kijken, hij heeft in ieder geval het voordeel dat hij de laatste buitenbocht door mag. Dat is vandaag een voordeel, duidelijk. Hij rijdt tegen Kanehama uit Japan, kan de rit winnen, maar nu de tijd. Kom op Geert. 38-87. Nou, het is beter dan gisteren, hij is er blij mee. Maar ja, een winnaar ben je niet met deze tijd, dat is zeker. En dan gaat bij de Zamboni. Het resultaat van de 500 meter kunt u met ons bekijken. 1 man onder de 38 seconden, Zelizowski, dan Boucher, Henriksen die toch goed wegkomt. Het blijft USA met Jensen en Thomas, Fokichev, Mai, Bochev, Kuiper. De eerste Nederlander dus, en daarom was hij zo blij. En dit zijn de 12. En vervolgens dan Hein Vergeer op de 13e plaats en Hilbert van der Duim werd 22e. En dan het klassement. Na 3 afstanden bij de heren. Het verschil tussen Zelizowski en Boucher is 1,21. Er is dus nog wat mogelijk op die 1000 meter. De plaats van Jensen lijkt vast, derde. En dan wordt het nog wel leuk tussen Thomas, Bochev, Vergeer. Gelijk daarachter Mai en Fokichev. Mitani is toch een vreemde eend die bijt. Van der Duim is 10e. Dan Engelstad en ook Running sluit hier de rij. Zo ziet het klassement eruit, met nog 1 afstand te rijden. En we gaan kijken zo direct naar Bochev en Vergeer. U ziet het verschil tussen de twee. 2700ste van een seconde. En daar staat hij. En daar gaat Oleg Bochev. Gisteren was Bochev iets sterker op de kilometer. Maar heeft Vergeer een prima race, 1.17.01. Beste tijd dit seizoen. En nu, terwijl het 4:30 is in Heerenveen, de laatste rit van dit kampioenschap voor Hein Vergeer. Er zit best spanning in de lucht. Mooi, dat vage gezicht van Henk Gemser op de achtergrond. Meneer Vaardig start even van Bochev, die zijn schaats verkeerd inplanten. Nou, met 15.000 open kelen, hoewel op de eretribune schreeuwt men niet. Niet zo. Maar in ieder geval, 200 meter voor Hein Vergeer in 17.08. Mooi. Hein is er geweldig op gespinst om hier alles uit te halen uit deze kilometer. Hij wil die bokjes, wil die nu even goed om de oren slaan. Kijken wat de rust doet. Sluit die aan.
Jawel. Het is nog steeds Vergeer die leidt. Nee, het is Borsig toch. Net. 46, dat is het 400ste seconde tussen. En nu. Komt hij binnendoor? Haalt hij het of haalt hij het niet? Nee, het is Botchev weer die Vergeer aftroeft op de 1000 meter. Terwijl hij nog terugknokt voor wat hij waard is. Maar wat een mooie tijd zeg. Botchev zet dus 1.16.81 neer. Hein 1.17.28. Nou, dat belooft wat voor zo direct als Boucher en Zelezowski gaan rijden. Gaat deze man zijn wereldtitel dan toch nog prolongeren? Of zal hij dat niet kunnen? Ik ben even opnieuw hoor, dus geen zin. Nu moet het dan gaan gebeuren. De inzet van de volgende rit is goud en zilver. Igor Zelezowski, het sprintwonder uit de Sovjet-Unie uit Minsk, leidt na drie afstanden de dans. En zijn tegenstander, de titelverdediger van het kampioenschap van vorig jaar, Gaëtan Boucher, weet dat hij 1/22 van een seconde sneller moet zijn dan zijn directe tegenstander in deze rit. Dat lijkt een onmogelijke opgave, maar Boucher is een ontzettende vechter. En in een directe confrontatie zal hij echt alles eruit persen. En herinnert u zich nog die 1000 meter die vorig jaar het wereldkampioenschap besloot tussen Boucher en Klepnikov. En toen won Boucher ook, terwijl hij tweede stond na drie afstanden. 17 blank voor beide rijders, een prima opening. Dezelfde opening die Boucher gisteren noteerde toen hij op de winnende tijd uitkwam van 1:15.66. Maar ja, die Zelezowski die rijden natuurlijk niet snel af, hè. Maar het blijft een genoegen om naar deze Canadees te kijken. Prachtig. En wat te denken van Zelezowski, niet minder mooi. Een schitterende schaatsenrijder die een beetje ruimer uit die bocht komt. Maar nu voorsprong heeft genomen, heel brutaal weg. 44-5 tegen 44-6. Een schitterende opening. 16e van de seconde sneller dan gisteren. Dit gaat een absolute toptijd worden. En nu moet Boucher van heel ver komen, maar hij redt het niet als u het mij vraagt. Hij moet te veel krachtsinspanning doen. Hij zal misschien... Nee, kijk eens, de handjes op het ijs. Ja, ik zeg wel kijk eens, maar u ziet dat eventjes niet. Het gebeurde buiten in beeld. Boucher moest met de hand op het ijs en was even zijn balans kwijt. Hij redt het niet. Zelezowski in 1.14.30 is de wereldkampioen. Een fantastische tijd, 1.14.30. Het is een wereldrecord op laaglandbanen. Laten we dat meteen vermelden. Want dat stond op naam van Eric Heiden en gereden in West Allis. En hier is de ontroonde wereldkampioen van vorig jaar. Gaëtan Boucher, hij kon het niet, hij moest te veel goed maken, heeft zichzelf daardoor geforceerd. Kijk nog maar even wat er fout ging in die laatste bocht. Ja, hij moest de forcing doen, kijk, even die balans kwijt, dan dat handje op het ijs. Dat kan hij natuurlijk wel, afkomstig uit het shorttrack als hij is. Maar hij is de titel kwijt, Zelezowski, hier is de nieuwe man. In een werkelijk verbluffende prestatie, een wereldrecord rijden op een laaglandbaan, hier tijdens het wereldkampioenschap in Heerenveen. En hij weet het, kijk, Boucher kan er niet meer bij komen, dat is duidelijk. De beste man van dit toernooi wordt derhalve terecht de nieuwe wereldkampioen, Igor Zelezowski. Deze beelden zullen vanavond op de Amerikaanse televisie te zien zijn als Dan Jansen is vertrokken tegen Nick Thomas. Jansen staat 3 in het klassement en Thomas 4. Goede prestaties van beide Amerikanen. Het zijn echte sprinters, dit mooie openingen trouwens. Die van Jansen valt iets tegen, denk ik. Zijn 500 meter is iets meer aangepunt. In feite is dit de enige grote wedstrijd in deze kerels per jaar rijden. Ze trainen heel veel. Maar slordig. En Thomas leidt. Na 600 meter komt hij door in 45-91. En hij heeft dus nu 2700ste seconde voorsprong op zijn landgenoot. En hij moet inhalen 1.76 om de bronzen medaille te kunnen verdienen. Nou, dat zal Jansen niet op zich laten zitten. Die sluit op die kruising vrij goed aan. Zodat het nu consolideren is
voor de man met de Hollandse achternaam. Ritzeger gaat nog net naar Nicky Thomas. Dan Jansen, die wordt derde in het eindklassement. Goed, de nummers 1, 2 en 3 van het eindklassement staan dus. Chelesovski, Boucher en Jansen. En nu gaan we toch eens kijken wat de eindklasseringen van de Nederlanders zullen kunnen worden. En hier hebben we dan Hilbert. Hilbert van der Duin op zijn 1000 meter tegen een rivaal van enige jaren alweer nu. Michael Hatschief, de Oostenrijker. En Vergeer staat voorlopig op een 7e plaats in het klassement, waarvan de top 3 dus bekend zijn. Hilbert opent hier in 17-8. Dat is een mooie opening, dezelfde opening die hij in Vergeer noteerde. Hilbert staat 10e in het klassement na 3 afstanden. En heeft wellicht nog mogelijkheden om daarin wat te klimmen. Mooi hoe Hilbert daardoor die binnenbocht komt. Laat Hatschief nu een paar meter achter zich en gaat na 600 meter een tijd noteren van 46-7. Nog steeds precies dezelfde tussentijd als die we noteerden in de rit tussen Hein Vergeer en Oleg Bozjev. En dat betekent dat ook Hilbert zo net onder of misschien net boven de 1-7 die zou moeten kunnen finishen. Ritzeger voor Hilbert. Hij blijft net onder die 1.17. Een uitstekende prestatie van Hilbert van der Duin. 1.16.91. Een voorlopig 6e tijd op deze afstand. Zeer goed. Gespannen gezicht bij Geert Kuiper. Het is 5:10. De zon begint wat te zakken. En hij moet zijn laatste kilometer nog rijden. Er is eigenlijk niet meer zoveel te verdienen voor hem. Hij staat 13 in het algemeen klassement, 12 lijkt nog mogelijk. En eerst moet hij afrekenen met deze Kanehama, de Japanse tegenstander. Er zijn al wat mensen weg uit het stadion, het is niet meer zo mutvol. We gaan kijken wat de mogelijkheden zijn voor deze boer uit de buurt hier van Heerenveen ook. Een 17-6 opening bijvoorbeeld. Vlak voor Kuiper heeft de Amerikaan Hendriksen de derde tijd tot nu toe gereden in 1:15.93. Wij kijken naar de Japanner die de buitenbocht ingaat. En zo dadelijk zal, en hoop ik, Geert hard onder doorkachelen. Dat doet hij ook. Hier is hij. Nou, hier is een lekkere 47 of zo. Kijk, dat is ook goed. 46.4. Hij was zo ontzettend blij na die 500 meter. Dat was zo te begrijpen. Eindelijk van dat verhaal af van ik kan niet harder dan die allrounders. Hij was op die 500 meter was hij ze voor. Maar hij moet ook die 1000 meter goed leren rijden. Die moet in de buurt van de 1.17 kunnen liggen. En daar heeft Geert problemen mee. Kijk, hij krijgt er nu ook van langs van de Japanen. En dat zal hem toch pijn doen, denk ik. Ja, wat ben je dan als sprinter waard? Hij rijdt in ieder geval harder dan gisteren. Maar 1:18.07 moet je toch even een uitroepteken bij plaatsen als je weet dat Vergeer en Van der Duin dan toch echt sneller zijn. En dit is dan de uitslag van de laatste afstand van dit wereldkampioenschap. Igor Chelesovski laat er geen twijfel over bestaan wie hier de sterkste was. Hij klopt Boucher. Hendriksen op een keurige derde plaats, dan Thomas, de Amerikanen doen goed mee. En in Oleg Bozjev komen we op de 5e plaats de eerste allrounder tegen. Goede prestatie van Hilbert op de 7e plaats met een tijd van 1:16.91. Prima. Ook Hein Vergeer doet het niet slecht. 1:17.28 is een nette tijd. Hij wordt daarmee 14e op deze 1000 meter. En Geert Kuiper finisht nog net binnen de eerste 20 op de 19e stek. En dat is een tikkeltje teleurstellend. En tegen het decor van die fantastische Chelesovski kijken we naar de eindtotalen van dit wereldkampioenschap. Chelesovski is de wereldkampioen met een puntentotaal dat een wereldrecord betekent voor laaglandbanen. Boucher is zijn titel van vorig jaar kwijt. Jansen en Thomas, de Amerikanen, zijn prima geclasseerd. Dat geldt ook voor onze beide landgenoten Vergeer en Van der Duin. Als allrounders in dit sprintgewel op prachtige 7e en een 8e plaats. Nog voor bijvoorbeeld een man als Fokichev en Engelstad. En waar blijft dan de derde Nederlander?
onze Geert Kuiper. Daar is hij op de 15e plaats. Een tikkeltje teleurstellend, maar de consequentie is in ieder geval dat Nederland volgend jaar met 4 man mag deelnemen. Dit zijn de nummers 1, 2 en 3 van het vrouwentoernooi, zoals u weet. Rothenburger 1, 170.880. 2, Staanke, 167.315. Maar u weet waar dat verschil in zat. 3 ritoverwinningen voor Rothenburger waren genoeg. En Ries Verens wordt derde met 167.410. Het zat erin en het kwam eruit. De DDR-ploeg heeft het goed gespeeld. Met name op die laatste 1000 meter die Rothenburger moest winnen. En relatief gezien de beste prestatie toch komt op naam van Erwina Ries. Die hier als veterane, als moeder van een kind, op het erepodium kwam. Hier staan ze, de beste 3 van het sprinttoernooi in Heerenveen.